Oh ja, dit is niet alleen de wedstrijd, dit is natuurlijk het ritueel eromheen en daar huurt de koffie bij en dat is lekker gezellig al te horen voor de wedstrijd in het kleidlokaal en in de rust natuurlijk een beetje dollen. Proberen te winnen, want we proberen toch altijd te winnen en ik moet zeggen, de plezier dat we hebben met z'n allen. En ja, gelukkig winnen we ook nog vaak. We moeten vaak tegen jonge gasten van 2022 en ja, dus die zien allemaal wel wat fitter en wat feller, maar toch ja, gaat het nog aardig. Ja. Bart, ja. En ja, normaal speelt Herman ook met mij, maar dit heeft week de marathon gelopen in Keulen, dus die moet even een paar weken rustig aandoen. Dus, ja, maar dat zien ja, Jos Rutte voelt voor mij, Frans Nijssen, allemaal vrienden van vroeger. Dus ja, met veel van die jongens ben ik opgegroeid natuurlijk. Die is er vaak, maar die hit het zo druk, dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk het wel, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee, maar ik heb er veel voor over om een wedstrijd te voetballen, joh. En zelf voetballen, dat is nog steeds het allerleukste, ja. Vandaag zou ik hem hoog of zou ik hem leeg? Begin met de zuk hem hoog. Dus, en dan zien we wel.